Het begon allemaal wat zenuwachtig in café Lusthof in Kralingen en bij de beneden Oostzeedijk. Maar met kansen voor Feyenoord. Ja, gek huis. Niet normaal. Gek huis. Tot het in één keer helemaal misging. De nederlaag hakte er goed in. De fans dropen teleurgesteld af. Maar er bleven ook genoeg supporters hangen om hun steun te geven aan de spelers.